Kapitein Raquel Loenersloot heeft het commando overgenomen van het territoriaal commando Nationaal Leger Oost van kapitein Ivan Bojanski. De commandoverdracht vond plaats op 12 april in aanwezigheid van de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kiyowasen. De bevelhebber bracht zijn dank uit aan kapitein Bojanski voor de geleverde ondersteuning in de afgelopen periode en wenste de nieuwe commandant, kapitein Loenersloot, veel succes toe. Een nieuw logeergebouw werd op 13 april in aanwezigheid van waarnemend president Ronnie Brunswijk, minister Gracia Emanuel en DNA-voorzitter Marinus B. geopend in Puketi, Sipaliwini. Minister Emanuel benadrukte de financiële uitdagingen bij de realisatie van het project, terwijl Brunswijk en B. de moderne faciliteiten prezen. Het gebouw, bestemd voor de binnenlandse gemeenschap, beschikt over 12 slaapkamers, een woonruimte, een keuken en sanitaire voorzieningen. Met de publicatie van de database over lijdensakte van Suriname wordt een belangrijke stap gezet om de geschiedenis van Suriname na de emancipatie van 1863 zichtbaar te maken. De database bevat informatie over overledenen tijdens het staatstoezicht en nieuwe inwoners van Suriname. Deze akten waren eerder beschikbaar op microfiches in het Nationaal Archief Suriname, maar zijn nu ook online toegankelijk gemaakt. Het project is uitgevoerd door vrijwilligers van de Historische Database van Suriname en de Caribbean en wordt ondersteund door verschillende instanties en universiteiten.